Zo, voilà, volgende proefstelling. We gaan een kleuring brengen aan een tafelnapje. Het tafelnapje wordt gekleurd, eigenlijk zonder kleurstof, maar het zal gekleurd worden met een bepaalde soort van product. We hebben hier een oplossing van Colorustique Omide. Colorustique Omide is een oplossing gemaakt door Protossen Humoride. Het zijn twee samenstellingen in een vier delen in twee delen water. De oplossing die hier volgt heeft in op zichzelf niks te maken met de volledige oplossing. Het is gewoon om een reactie te kunnen bekomen van de ingrediënten van de producten die we doen. Nu, dat is sapnotiet. Sapnotiet, dat is een kristal. Een kristal van waar is het al, weet ik niet. Het volgende is Propersal Cunedide. Propersal Cunedide is speciaal ontworpen voor eigenlijk als wasproduct. En het volgende product is Janman van Comelide. Janman van Comelide is een ertsvorm van het nabije Joegoslavië. Nu, wat gaan we doen? We pakken een deel van deze kristallen en we doen die bij in het water. Nu, die lossen niet direct op. Komt later nog allemaal. We doen hier twee delen van de Janman Condisolomide bij. Dat is één deel. Dat is het tweede deel. Dat is één deel te veel. Ja, geeft niet. Het zijn zeer goede producten. We doen er ook nog Propersal Cunedide in. Propersal Cunedide, dat is dat wat we kennen. Het wordt gebruikt om producten in te verzamelen. Zo, we roeren dit alles door. Alles moet nu een reactie krijgen. En deze reactie gaat overgaan op het doekje dat ik daarvoor in handen heb. Ik heb het stokje in mijn handen, dus het doekje. We gaan het doekje erin drinken. We zitten erin en we drinken het doekje erin, moet het eruit halen. En zo gaan we door met het proces voor er de mooie kleurstof in te krijgen die later pas reageert met het hele systeem van binding. Dit heeft al effect. Het begint dus al serieus in te werken. Zo. De kleurbinding gaan we weer later laten zien. Waar gaat ze heen, joh? Ik ga het afzetten, ik ga dat wegdoen.